kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over de screenreader Synaptic. Deze screenreader kan makkelijk op een Android toestel worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld bij een Maxcom. Daar ga ik het nu ook eventjes op laten zien. Ik heb hier een Maxcom telefoon. En ik zal hem eventjes ontgrendelen. Even kijken hoor. Vergrendeling. Beweeg vingers van links naar rechts over het scherm om te ontgrendelen ongeveer 10 over 12 middags. Nou, goed. Een duidelijke stem, gewoon de Google stem. Laat ik nou eens voor de gein mijn eigen video opzoeken. Kijken of dat lukt met deze screenreader. Vergrendeling, beweeg hoofdmenu, pagina sociale media. Tik dubbel. Sociale media, menu YouTube menu, pagina 1 van 1. Nu ga ik even Gertjan's vlog schrijven. Die zoekwoorden in G, V, G, G, S, E, E, R, R, T. T, H, N, J, J, A, A, B, N, N, Z, S, S, space, space, C, V, V, M, K, verwijder, L, L, K, O, O, G, G, nummers zoek, wacht uit B, YouTube video's. Selecteer een vlog Fortuna Delta Logisch. Laden. Even geduld uit B. Druk op de Android-terugtoets wanneer je klaar bent. Nou, nu hoor je dus dat het filmpje wordt afgespeeld. Ik zal hem even stoppen. Hup, ik zet gewoon even mijn scherm uit. Dus op deze manier kun je dus makkelijk via de screenreader Synaptic dingetjes doen op je telefoon. Bedankt voor het kijken naar deze video. En mochten jullie hier nog vragen over hebben, laat het dan gerust weten.